We zijn thuis. Het oudejaarsfeest is begonnen. Kijk. En om een heel goed nieuwjaar. Welkom bij de eerste aflevering van Can I Come Over? Een vlog over de meest bijzondere thuisverhalen van Gelderlanders. Toen ik 28 was, besloot ik om op wereldreis te gaan en logeerde ik 2 jaar lang bij de locals thuis. Telkens stelde ik mijn host 1 vraag. Wat betekent thuis? En ik kwam op de meest bizarre plekken uit. Zoals bij boer Fred in de Australische Outback. En speciaal voor jullie rij ik hier vanuit Aalten weg om op zoek te gaan naar de beste verhalen in Gelderland. De komende 15 donderdagen staat elke keer weer een nieuwe aflevering online. Ik ben aangekomen bij Theo en Willemien in Sinderen op deze prachtige boerderij. En het is vandaag Oudjaarsdag. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat heeft je gevoel van thuis nou met kabietskrallen te maken? Morgen. Hallo. Hey, ik ben Marleen. Theo. Hey, dag Theo. Wat een prachtige boerderij zeg. Ja. Het is gigantisch. Dankjewel. Daar zijn we ook jaren mee bezig geweest met de verbouwing. Ja, want de koeien hebben letterlijk hier gestaan. De koeien hebben hier letterlijk gestaan. Okay. Hier hebben de koeien gestaan met het hoofd naar die kant toe. En dan zo allemaal naast elkaar. Gingen ze via die deur naar buiten soms? Ja, dan gingen ze via die deur, konden ze naar buiten. Waar woonden je dan eerst? Voordat dit, waar woonden we eerst? Het was in Varsseveld. Ja. In de nieuwbouw. En hoe was dat dan om weer terug naar het ouderlijk huis te gaan? Ja, een gevoel van thuiskomen. Ja, wel, toch wel? Zeker. En wat miste je nou het meest vanuit het dorp? Vanuit het dorp missen is de communicatie met de buren. Je kwam van het werk thuis en gelijk kun je met een buurman praten van hoe vond je het vanmiddag. En nu woon je op de boerderij en ja. Heb je alleen je tweeën en je zet een kopje koffie en de tv aan. Zeg, en het is vandaag Oudjaarsdag. Werd er hier ook karbiet geknald? Jazeker. Zolang we hier wonen gebeurt dat eindelijk al. Ja, karbiet schieten is natuurlijk al van veel oudere tijd. Ja. Maar hier in de buurt zijn wij denk ik wel als eerste begonnen. Ja. Op een gegeven moment komt er een oudejaarsdag dat mijn moeder achteraf dodelijk ziek is. Ze is ziek, ze heeft de griep. Op dat moment kunnen we het niet hier houden eindelijk. En zijn we verhuisd naar de jongste zoon. Doe jij nog wel iets in traditie met kabitknallen? Want jullie doen geen oliebollen en kniepertjes meer, maar... Bij het eerste schot krijgen ze eerst een welkomstdrankje voor het oude, voor het karbitschieten. Yeah. En dat is ieder jaar een ander drankje. Na het drankje kan het eerste schot en het feest beginnen. Wie gaat het eerste schot lossen? Het eerste schot is Marleen Hofthijssen. Mag ik doen? Dat oh, mag echt? Jij doen. Oh, wat spannend. Ik ga het doordenken. Je wist het nog niet, maar jij mag het dit jaar doen. Oké, okay. En met zo'n shotje? Met zo'n shotje, okay. Tuurlijk. Oké, okay, nou, is goed. Ik heb nog nooit eerder een schot gelost. Nee? Ik vind het doodeng. Is ook doodeng. Stel me niet gerust. Heel eng. Doe maar vast een koptelefoon op. Een koptelefoon op. Oh, is heel eng. Zo ben ik er klaar voor. Ja. En hou de broekspijpen maar vast, want die trillen helemaal. Daar zijn we dan. Waar zijn we? Daar zijn we dan. Bij, op de Generaalspijk, op de Heelweg. Op de Heelweg, op de in Heelweg. Oost-Gelder is dit, hè? In Oost-Gelder, de gemeente Bronckhorst. Ha ha ha!
zijn dat mooiste hier? Ja, het mooiste, je ziet het zelf. Rechts heb je de kinderen, links oudere mensen. En iedereen heeft plezier en in feestelijke stemming. Thuiskomen? Het is echt thuiskomen, dat is het. Het goede woord. Ik vond het heel tof om bij Theo en Willemien thuis te zijn geweest. Als Achterhoeken geeft dit kabit knallen mij natuurlijk ook echt een gevoel van thuis. Ik hoop jullie allemaal weer te zien bij een volgende aflevering.